3, 2, 1. We hebben ervoor gekozen om één centrale plek te creëren waar alle stadsdichters vertegenwoordigd worden. We hebben al bijna 20 jaar in Nijmegen een stadsdichter. En nog steeds weten niet alle Nijmegen daarvan. Dus we willen de stadsdichter eren eigenlijk. En die een vaste plek geven in de binnenstad. De Guitberg is niet bepaald een mooie plek in de binnenstad. Is dit dan wel de juiste locatie om Nijmegenaren in aanraking te laten komen met de poëzie? Dit was een heel, ik mag wel zeggen een heel lelijk pleintje. Maar we hebben het eigenlijk aangegrepen als kans om er een heel mooi plein van te maken. En dit is wel een plein waar we alle stadsdichters bij elkaar kunnen vertegenwoordigen. Zodat het zichtbaar is. Je kan natuurlijk ook lukraak in de stad allerlei gedichten gaan realiseren. Maar dan is het niet bij elkaar. En ik kan me voorstellen dat het nu nog niet heel zichtbaar is, maar daar wordt echt wel aan gewerkt. De Poëzieplaats is één van de projecten uit het actieplan Binnenstad van Hartje Nijmegen. In het plan staan acties en projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen en te ondernemen. Naast de verschillende gedichten zijn er meer plannen om de Guitberg aantrekkelijk te maken. Die gedichten gaan het mooier maken, groot ook, die lijnen. Het groen gaat het mooier maken. Dat gaat leven. Amal is blij met de Poëzieplaats. Ik vind het fantastisch. Eindelijk is het gerealiseerd. Dat heeft 5 jaar gekost. Vrijheid. Zo oud als de pijn, zo kwetsbaar als de kinderlijke vrijheid.